In de eerste plaats Proficio. Dank je. Ben jij zelf verrast door die interesse? Ja, tuurlijk. Het is altijd dat mooie stap om naar Premier League te gaan. Voor mijzelf, hoe ik mijn kwaliteiten zeg maar, die daar tot uit te kunnen komen. En Everton is altijd een hele mooie club geweest om naartoe te gaan. Dus heel mooi dat ze nu komen. Wel wat eerder als verwacht, maar ik ben zeker zo blij. Box-to-box player zeggen ze dan? Ja, klopt. Dat is wat ik zeg. Daar komen mijn kwaliteiten het meest tot uit. En, ja, het is helemaal competitie. Je zegt ook eerder dan verwacht. Had je eigenlijk verwacht in de zomer pas weg te gaan? Ja, eigenlijk wel. Het is nu, ik speel hier nu pas anderhalf jaar bij FC Twente. En het zijn eigenlijk sneller als verwacht zijn ze gekomen. En, ja, dat is voor mij alleen maar goed natuurlijk. Dat spreekt van de club vertrouwen. En, ja, dat is voor mij helemaal goed, dus ik ben daar heel blij mee. Waarom specifiek die club? Want je zou ook kunnen zeggen, met FC Twente kan je kampioen worden. Met Everton wordt dat een stuk moeilijker. Ja, klopt. Maar wat ik zeg, mijn kwaliteit komt daar meestal tot uiting. En ze spelen mee om de Europese plekken. Dus het is wel een stap waar ik me kan ontwikkelen. En een hele mooie club. 10 miljoen. Dat is wel een prijskaartje om aan je nek te hebben. Ja, maar daar ga ik zelf niet over. Dat laat ik aan de clubs over. Ja, maar ik zou wel een soort van trots zijn. En misschien ook wel een beetje druk voelen. Ja, druk voel ik niet, maar ik ben er wel zeker trots op. Ja. Weet je wat voor plannen Everton met jou heeft, precies? Ik moet nog met de trainer praten, maar ik ben gewoon gehaald en ik moet mezelf gewoon laten zien. Dus ik hoop te spelen, maar dat is aan de trainer. Het zijn wel opmerkelijke jaren voor jou, hè? Eerst al met veel rumoer eigenlijk weggegaan bij Feyenoord, nu een lange blessure achter de rug en dan in één keer zo'n transfer. Het zijn rare tijden. Ja, zeker. Maar, veel mooie tijden. Af en toe zit er iets negatiefs in, zoals mijn blessure, maar ik ben blij dat ik deze stap kan maken. Ja, nou, ik wil je ermee feliciteren. Laatste vraag, een beetje een rare vraag. Je hebt een tijdje geleden maakt je een beetje nieuws door een springpaard te kopen. Daar houden ze wel van in Engeland. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Dus misschien dat ik daar eentje koop. Ja? Ja. En dan een stal erbij? Ja. Oké. Okay. Hey, heel veel succes en sterkte. Dank je wel. Okay.